Straks het verhaal van Bojan Slat. Maar toch nog even terug naar Bo. Nog, luister, Bo, even terug bij alles. Je was bij SBS. We lazen dat het contract niet werd verlengd. Dat zeg ik eventjes uit mijn hoofd zo. Op hun initiatief of was het op jouw initiatief dat het niet werd verlengd? Dat is me niet helemaal duidelijk geworden eigenlijk. Dat is wel een goede vraag die je stelt. Ja, uiteindelijk was het op hun initiatief. Dat is zeker zo. Maar ik had het boel ook al behoorlijk onmogelijk gemaakt, moet ik zeggen. Het was echt een accident waiting to happen. Want vanaf 1 januari wrong het al een beetje. Want ik was eigenlijk shownieuws aan het doen, wat een leuk programma is. Ja. Alleen ik dacht, ja, ik moet ook nog iets daarnaast gaan doen. Waar ik echt warm voor word. En dat zat er niet in. Toen kwam ik op een gegeven moment aan, had ik 15 formats neergelegd. En ik zei van, nou kijk eens even hoe mooi, allemaal fantastische dingen. Die wil ik allemaal maken voor jullie. En als je ze niet leuk vindt, kom dan zelf met leuke dingen. En toen werd er eigenlijk, ja, die pauze duurde net iets te lang. Dat voelde je daar al in het gesprek meteen? Ja, en dat was ergens in februari. En toen dacht ik, weet je wat, dit ziet echt niet goed uit. En het bleef behoorlijk stil ook aan de kant van Laren, waar Talpa zit, waar John de Mol de zaak bestiert. Dus toen dacht ik, nou, nu moet ik echt even goed opletten. Want ik heb natuurlijk een heel gezin om voor te zorgen. En ik wil gewoon echt heel veel doen. Ik ben weliswaar ook zo'n 40er, maar ik wil wel nog ontzettend veel maken. De mooiste dingen moeten nog komen, vind ik. Dus toen ben ik gaan praten, met de publieke omroep gaan praten. En met Erland Galjaert, de directeur van RTL 4, die ik natuurlijk van vroeger ken, toen ik hier ook werkte. En tot mijn grote vreugde kwam het dus uiteindelijk hier terecht. En daar is wel wat overheen gegaan natuurlijk, allerlei gesprekken. Maar dit is het eindpunt, dus ik ben nu, ik zit hier. En dan neem ik aan dat je die 15 formats die je bij SBS hebt neergelegd, dat je die ook bij RTL hebt neergelegd, en dat die kennelijk tegen een van die formats ja hebben gezegd. Nou, dat is, ik moet wel eerlijk zeggen, dat zijn hele rare formats die ik heb, meneer. Meestal val ik ergens vanaf of ga ik ergens op klimmen of zwem ik iets over. Dus ze hebben echt niet... Ja? Was je niet diegene die vroeger in een onderbroek op tv een soort van naakt stond? Dat klopt. Ja, is dat nou waar jij mij van kent? Ja. Van de verzekeringsmaatschappij. Wat was dat? Wat ook ja, dat was een telecombedrijf. Telecombedrijf. Ja. Was je toevallig recentelijk in een dierentuin in Warschau? Nee. Sorry. Ik sta hier met een bek vol tanden. Ik ga terugkijken. Je moet hem even terugkijken, dan snap je nou wat hij zegt. Ja. Maar je zegt de formats, die waren toch wel serieus bedoeld. Dus nee, maar dat je ook wel bij RTL hebt aangegeven. Nou, daar zitten zeker dingen bij die we gaan proberen. Maar ik zeg het niet al te hard, want het zijn vaak hele spannende formats. Ik ga er zeker van doen, maar dat duurt gewoon een hele tijd. Dat zijn lange formats, die avonturenprogramma's die ik in mijn hoofd heb. Tegelijkertijd, wat ik dus hoopte dat zou gebeuren, kwam ook dat ik kreeg een aantal formats voor me. Want ik dacht, ja, dat is leuk, dat is leuk, dat is leuk. Het was bijna te veel om op te noemen. En op een gegeven moment hebben we gekozen om één format dan vanaf augustus te gaan doen, alvast. Dat heet Real Men, echte mannen. Over 5 kerels die een beetje gezet zijn. En ze vinden zichzelf heel fit, maar ze wegen... Bastiaan wil best wel meedoen. Nou, inderdaad, dat is wel een beetje die categorie. Alleen nog net iets dikker dan Bastiaan, want ze zijn ongeveer 120 kilo. Nou, augustus toch? Ja. Augustus, dat haal je wel. Een beetje, beetje pistachenootjes. Dat. Ja. En de jongens die gaan aan het werk, die gaan trainen. Die gaan proberen fit te worden, iets te maken van hun leven, tot grote opluchting van hun dames. En dat schouwspel, dat ga ik volgen. En zit er een kans in dat je teruggaat naar Boulevard? Nee. Die stilte duurt te lang. Ja, je hebt wel gelijk, die stilte duurt lang. Want het lijkt mij wel een stunt om dat weer eens een keer te doen. Maar daar zijn ze zo goed bezet, daar hebben ze alles goed voor elkaar. Dus dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar misschien dat wel eens een keertje... Ja, het kan toch in combinatie... Dat wil toch niet zeggen dat Winston Gerstarovic weg moet, helemaal niet. Het kan ook in een combinatie zijn. Dat je een dag of wat dan ook... Moet hij niet ook nog een verhaal vertellen? Nee, maar kijk, natuurlijk, ik heb daar natuurlijk wel eens van gedroomd. Dacht ik, wat zou dat lachen zijn als Albert en ik weer eens naast elkaar zouden zitten. Albert Verlinde. God, wat zouden we dan een lol trappen. De meeste mensen denken dat wij een enorme hekel aan elkaar hebben. We hebben enorm veel mot met elkaar gehad. Maar eigenlijk kunnen we het goed met elkaar vinden. Ik heb alleen appelsap. Je hebt nog niet eens wat te drinken. Geef die jongen wat te drinken zelf. Ik kan alleen maar zeggen, welkom bij RTL en gefeliciteerd met je contract. Dank je wel. En sorry voor het in de war schoppen van de uitzending. Maakt niet uit. Dank je wel, Bo van Erftoren. APPLAUS